Sluit je aan. Test. 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 Ja. Aantreden allemaal. Tijd voor de briefing. Dit is commissaris Goedkoel en zoals je ziet ben ik incognito. Deze boodschap is namelijk geheim. Heel erg geheim. Begrepen? Ik ben de baas van de politiemacht en ik weet dus eigenlijk alles. Met al mijn ervaring als commissaris krijgen jullie van mij nu aanwijzingen voor de musical vlog. Want onthoud goed, informatie is alles. Kennis is macht. Helder? Mooi. Voordat je kunt beginnen, moet iedereen een geheimhoudingsverklaring tekenen. Iedereen! Begrepen? Zo voorkomen we een 202. Wie niet tekent, zet ik terug in rang. En die moet weer beginnen bij de kleuters, ja? Voor deze musical heb je spullen nodig. Is dat duidelijk? Schrijf op. Spullen. Ook jij achter in de klas. S-P-U-L-E-N. Spullen. Hebben jullie dat? Mooi. Wat je niet nodig hebt, is een stagiaire. Die zijn niet te vertrouwen. Begrepen? Dus schrijf niet op stagiaire. Stagiaires zijn nog maar aspirant. Ze zitten nog op school. Ze weten helemaal niet wat er aan de hand is. Dus luister nooit, ik herhaal, nooit naar de stagiaire. Mooi. We zijn goed bezig, mannen. We gaan door. Er zijn twee boekjes, ja? Eén met alle tekst die je op het podium gaat zeggen. En één met alle tekst waar je vlogs van moet maken. Dat lijkt me helder. Verder een tip. Vertrouw ook nooit de directie. Die weten niet waar ze het over hebben. En dat leidt tot een tunnelvisie en speculaasjes. En een echte agent eet alleen donuts. Begrepen? Juist. Mooi. Alles lijkt me duidelijk zo. Tot zover de aanwijzingen. Mannen, ingerukt. En toi toi toi. Goed cool uit. Zo, mooi. Daar hebben ze tenminste wat aan. Nu weten ze precies wat ze moeten doen. Kinderen weten natuurlijk ook niks. Het zijn net stagiaires.